Heb jij ook altijd honger? Een energiedip na elke maaltijd? Cravings naar suikerrijk voedsel? I found an Instagram account that's really helpful with tips. Her account is called Glucose Goddess. I got most of my information from the Glucose Goddess. Appel aanzuigen, water drinken voordat je koolhydraten eet. I am mind blown about her glucose hacks. Volgens miljoenen mensen heeft de Glucose Goddess de oplossing om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Hi Vogue, it's Jessie Intrespe, also known as Glucose Goddess. Met deze supplementen. Zodat je geen last hebt van de afterlunchdip of cravings. I'm so happy to have produced literally the best glucose supplement in the game. Moet ik aan de appelazijn? Have a tall glass of water with a tablespoon of vinegar in it before eating the sweet thing. Aan de anti-spike supplementen of eten in een speciale volgorde zoals de Glucose Goddess? The right order is vegetables first, protein and fats second, and starches and sugars last. De Glucose Goddess die heeft een quiz op haar website om te checken of ik dat allemaal nodig heb. Nu lijkt het mij vreselijk als er iets mis blijkt te zijn met mijn bloedsuikerspiegel. Dus laten we snel die quiz doen en erachter komen. Do you crave sugar, chocolate, sweet foods between meals? Do you feel tired after lunch? Always. Confronterende test is dit. Do you need coffee or caffeinated drinks to be able to feel awake every day? Zwaar leden. Does your stomach feel bloated after eating? Ja, bijna elke dag. See my results. Oh no, you have more glucose spike symptoms than 80% of the people. Maar er is goed nieuws. Met haar glucose hacks en anti-spike formule worden die pieken verminderd en ga ik me beter voelen. Ja. Ik denk dat ik dus echt iets aan moet gaan doen. 80% of the population have glucose spikes every single day. And that's when problems start happening. Wie is deze glucose goddess met miljoenen volgers nou? The glucose goddess. With a focus on nutrition and glucose management. She provides simple, science-backed tips to improve our health. De glucose goddess, oftewel Jessie Intrespe, is een Franse biochemist. En heeft miljoenen boeken over de hele wereld verkocht over het stabiel houden van je bloedsuikerspiegel. And I would urge you all to read this book because it has completely changed my life. Als jullie de Glucose Goddess op Instagram nog niet volgen, ga dat even doen. Ook in Nederland deze fans. Als jullie de Glucose Queen of weet ik wat van TikTok kennen, dan ben ik natuurlijk helemaal met die hype meegegaan. Ik heb de afgelopen dagen appelcider-azijn gedronken. Fascinerend dus, want zij heeft blijkbaar het wondermiddel tegen after-dinner-dips, cravings en zodat ik alles kan blijven eten wat ik wil. Dus ik wil haar spreken. We gotta talk about something. We gotta talk about vinegar. And I have to make you a vinegar mocktail. We zoeken contact met de Glucose Goddess, oftewel Jessie. We hebben gemaild, we hebben contactformulier ingevuld, maar we hebben nog geen reactie. Dus we gaan er even DM. Ik ga ook gewoon nog een paar reacties plaatsen op mijn post. Glucose spikes simply means that the amount of glucose in your body increases very quickly. It goes from being steady to paf, and it's that spike that causes issues. Wat is bloedsuiker? Bloedsuiker is de hoeveelheid suiker of glucose op een bepaald moment in de bloedbaan. En dan heb je een bloedsuikerpiek en een bloedsuikerdaling. Mm-hmm. Wat houdt dat in? Nou, als je bijvoorbeeld een maaltijd eet waar koolhydraten in zit, dan wordt dat door jouw spijsvertering afgebroken tot glucose. En die glucose komt vrij in je bloed. Dus daardoor heb je na het eten van een maaltijd met koolhydraten meestal een kleine piek in de bloedsuiker. Online zie ik veel mensen voorbij komen die hun bloedsuikerwaardes meten met een glucosemeter. Ik heb 2 weken deze erop zitten. Het heeft mij echt gigantisch veel inzichten gegeven in waar ik dus een beetje goed op reageer. Natuurlijk ben ik ook heel benieuwd hoe het met mijn bloedsuikerwaarde zit. Dus ik ga een steekproef doen. 2 weken lang ga ik een voedingsdagboek bijhouden en mijn bloedsuikerwaarde meten. En dat ga ik testen met dit apparaat. Oké. Als er iets ergs uit gaat komen, dan is mijn dag echt voorbij. Gewoon dit. Hoe kan het dan dat ik na het eten van een maaltijd een dip heb en me moe voel? Ja, de afterlunchdip of de afterdinnerdip is wel een bekend fenomeen, denk ik, voor veel mensen. Maar wat nou precies de oorzaak daarvan is, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. We denken dat er verschillende mogelijke verklaringen voor zijn. Op dat moment gaat er veel energie naar je spijsvertering om die maaltijd te verteren. Dan komen er ook allerlei hormonen en andere stofjes vrij. Een natuurlijke ritme van je biologische klok speelt daar misschien ook een rol bij. De Glucose Goddess hebben we nog niet te pak gekregen. We hebben haar gemaild, gedm'd, we hebben onder haar berichten comments geplaatst. We hebben een story geplaatst en haar daarin getagd. Tot dusver dus nog niks. Maar we blijven doorgaan. Wat zijn de effecten van een bloedsuikerpiek of een bloedsuikerdaling op je lichaam? Nou, bijvoorbeeld bij mensen met diabetes, die kunnen echt een hele lage bloedsuiker krijgen. Of een hele hoge piek.
En dat kan echt schadelijk zijn. Dus dat kan bijvoorbeeld schade aanbrengen aan de bloedvaten en aan de zenuwen. Maar bij gezonde mensen komt dat echt heel erg weinig voor. De Glucose Goddess heeft allerlei tips en middeltjes waarmee je je suikerpieken laag kunt houden. Ik ga er 3 voor je testen, zodat jij het niet meer hoeft te doen. You see on my own data how anti-spike reduces significantly the glucose spike of pasta or any other carbs and sugars. It works within minutes. Ik ga er 2 nemen. We gaan het meten. Ook moet je van de Glucose Goddess je maaltijd in een bepaalde volgorde eten. Ik moet beginnen met groenten, nou, vezels, eiwitten, vetten en eindigen met suikers. Dus dat gaan we doen. Mag ik? Ook zou een glas appelazijn drinken voor elke maaltijd je bloedsuiker verlagen. 1 tablespoon of vinegar in a tall glass of water before a meal that contains carbs. Appelazijn, laten we deze. Of dit echt allemaal helpt om je bloedsuiker te verlagen, dat antwoord hoor je zelf. Have a look at my hacks to steady your glucose levels, avoid these glucose spikes and feel tremendously better. Via de Franse Kamer van Koophandel, de INPI, heb ik naar Glucose Goddess en Glucose Revolution gezocht. Haar persoonlijke adres of telefoonnummer kon ik niet vinden, maar volgens publieke documenten loopt alle correspondentie via haar merkagent T. Mark Conseil. We hebben een nummer gevonden. Van dus die merkagent. Dus we zijn een stapje dichterbij. Laten we bellen. Hallo? Hallo, Angle? Yes, I can speak English, yes. Ah, great. We are searching for the glucose goddess, Jessie. Well, she's currently on maternity leave. Well, maybe you could help us like reach her or reach the person that can reach her. I can do that. Her email address is... Goed, we hebben dus net het mailadres van de persoonlijke assistente van de Glucose Goddess gekregen. Mailtje opgesteld en die gaan we sturen. Dear... We are currently producing an episode about blood sugar and glucose for our investigative program Point to Check. Hopelijk krijgen we een reactie. We gaan het zien. Neke, ik heb nu een aantal dagen heb ik die glucosemeter heb ik gedragen. Ik heb de resultaten naar je opgestuurd. Ik heb bijgehouden hoeveel ik heb gegeten en gedronken. Wat viel je op? Nee, wat je dus vooral ziet is dat jouw bloedsuikerwaarden gewoon heel mooi binnen de marges blijven. Ze komen niet te hoog. Je ziet hier een paar keer dat hij iets te laag zit, maar dat kan ook verschillende redenen hebben natuurlijk. Maar over het algemeen blijft hij heel mooi binnen de marges. Kleine schommelingen, maar dat is ook heel natuurlijk. This is her anti-spike formula. It makes your glucose spike from carbs reduced by 40%. Wat vind je van dit soort supplementen en dit soort claims? Ja, dat is, wetenschappelijk is het absoluut niet goed onderbouwd. Sowieso heeft zij nooit dit supplement zelf getest. Wel ja, noemt zij een hele rits aan klinische studies op haar website die dan mogelijk dit ondersteunen. This other one on healthy people without type 2 diabetes showed up to 40% reduction in the glucose spike of a meal. Lots more studies on my website. Maar de meeste van die studies die zij aanhaalt zijn kleine studies, gepubliceerd in twijfelachtige tijdschriften. En veelal uitgevoerd in mensen met diabetes. Dus dat kun je sowieso niet toepassen op gezonde mensen. Vegetables first, proteins and fats second, starches and sugars last. De Glucose Goddess die zegt als je je maaltijden in een bepaalde volgorde eet of appelazijn drinkt, dat dat dan invloed heeft op je bloedsuikerspiegel. En zij baseert zich op bepaalde onderzoeken. Wat vind je ervan? Er zijn inderdaad wel een aantal onderzoeken die zoiets mogelijk laten zien. Maar ik denk dat je daar een aantal kanttekeningen bij moet plaatsen. Bijvoorbeeld dat het in gezonde mensen gaat het om zo'n relatief kleine daling. Dat je kunt afvragen wat voor effect dat werkelijk op de gezondheid heeft. Zij noemt ook bepaalde percentages, 75% lager of 40% lager. Dat kan ik niet zo goed terugvinden in studies met gezonde mensen. If we eat the elements of a meal in a particular order, we can reduce the glucose spike of that meal by up to 75%. We hebben ook een aantal dagen geprobeerd te leven zoals de Glucose Goddess dan aanbeveelt, hè, met appelazijn of je maaltijd in een bepaalde volgorde of haar supplementen. Mm-hmm. Zag je verschil op die dagen? Nee, we hebben daar de dagen gekeken natuurlijk, hoe je gewend was om te eten, de dagen dat je die advies hebt opgevolgd, maar daar zit nagenoeg geen verschil in. Die supplementen laten geen verschil met je waarden zien. Die appelazijn zorgt niet voor een minder grote piek. De volgorde van je maaltijd
het heeft geen grote invloed op je bloedsuikerwaardes, omdat jouw lichaam het zelf dus gewoon al heel mooi doet. We hebben haar helaas nog niet te pakken gekregen. Dus wat we gaan doen is onze mail in de gaten houden en onze socials. En dat kan jij ook doen, want als we iets van haar horen, dan laten we het daar weten. Hoe erg is het eigenlijk als er schommelingen in zitten? Een piek, een daal? Ja, nou ja, de schommelingen zijn dus eigenlijk heel normaal. Als je iets van koolhydraten eet, dat wordt omgezet tot suiker, dat komt in je bloedbaan. Dan gaat die bloedsuikerspiegel wat omhoog, jouw lijf corrigeert dat. Gaat het weer wat naar beneden. Dus het liefst wil je hem natuurlijk wel wat stabieler houden met kleinere stijgingen, kleinere dalingen. Moet je daarvoor nou supplementen, dat soort dingen gebruiken? Nee, het is dan vooral belangrijk. Kies meer de volkoren producten en laat de suikerrijke producten wat meer staan. Wat is dan wel een manier om te zorgen dat mijn cravings en mijn moeheid na het eten, dat ik dat kan voorkomen? Gewoon gebalanceerde, gezonde maaltijden eten met bijvoorbeeld voldoende eiwitten en vezels om je een beetje vol te houden en je verzadigd te doen voelen. En om bijvoorbeeld na een maaltijd actief te blijven en even een wandeling te gaan maken om niet die dip in energie te krijgen. Hoe zit het nou met mensen die denken, ik wil dit zelf ook gewoon testen. Ik ga zo'n monitor kopen. Wat vind je daarvan of wat raad je aan? Nou, in principe zijn wij er niet op tegen, mits het wel voldoende voorhanden is voor mensen die het echt nodig hebben met diabetes. Maar er gaat niet heel veel spannends uitkomen. Zoals je ook bij jezelf ziet, die waarden die blijven gewoon mooi stabiel, die blijven recht. Dus ja, je kan het meten, maar je gaat er niet zo heel veel relevants uit halen. Help de Glucose Goddess je af van die eindeloze cravings en after-dinner dips met haar dure supplementen en tips? Het antwoord, nee. Je lichaam kan het prima zelf. Ja, mag ik hem eraf halen? Het gaat niet bloeden of zo, hè? Nee. Oh joh, dat viel heel erg mee, hoe groot die naald was. Helemaal klaar mee.